Basisinkomen. U heeft deze term wellicht al eens gehoord. Maar wat is dit nu precies? Het basisinkomen is een idee om iedere burger een gegarandeerd inkomen te verstrekken. Dit gefinancierd door de overheid. De meest gekende invulling van het basisinkomen is dat van een onvoorwaardelijk basisinkomen, waarbij iedere burger het inkomen zou ontvangen, ongeacht of die werkt of niet, of wat diens financiële situatie zou zijn. Dit basisinkomen zou voldoende hoog zijn om een basislevensstandaard te onderhouden. Nu, het basisinkomen is een idee. Het is momenteel dus niet ingevoerd in België. Of we het basisinkomen moeten invoeren of niet, is onderwerp van publiek debat. Voorstanders van een basisinkomen argumenteren dat het mensen de vrijheid zou bieden om zelf te kiezen hoe ze hun tijd besteden, zonder dat ze zich hierbij zorgen hoeven te maken over hun basislevensstandaard. Die tijdsbesteding kan gaan van werken of ondernemen om een bijkomend inkomen te verdienen, te studeren, vrijwilligerswerk te doen, naast nog tal van andere mogelijkheden. Tegenstanders argumenteren dan weer dat zo'n basisinkomen mensen zou demotiveren om te werken, waardoor een tekort aan arbeidskrachten kan ontstaan in bepaalde sectoren. Een ander tegenargument is dan weer dat een basisinkomen onbetaalbaar zou zijn voor de overheid. Het basisinkomen is iets dat niet verward mag worden met het minimumloon. Dat is een per sector vastgelegd loon dat een werkgever minstens aan een werknemer moet betalen. Ook is het basisinkomen niet te verwarren met het leefloon. Dat is dan weer een uitkering voor mensen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. Dit is alle tijd die we hier hebben. Voor nog meer over wat een basisinkomen precies is, verwijs ik graag naar de website van UGent@work.